Zo ging Mr. Beast van een schoolverlater naar 200 miljoen abonnees. Mr. Beast, oftewel Jimmy Donaldson, is in een aantal jaar de tweede grootste YouTuber ter wereld geworden. Hoe kan het dat deze 25-jarige jongen zoveel succes heeft? En wat doet hij anders dan al die andere YouTubers? In 2012 begon Mr. Beast zijn passie voor, zoals hij het noemt, het maken van de best mogelijke video's. School was niet zijn prioriteit. In plaats daarvan besteedde hij uren aan het analyseren van YouTube-video's, vertelt Jimmy in de Vlagrant podcast. 11 jaar geleden kon je nog geen geld verdienen met YouTube, dus hij had nooit kunnen weten dat dit de start was van zijn miljoenenbedrijf. Ook vertelt hij in de podcast dat zijn allergrootste droom was om viraal te gaan op YouTube. Elke dag analyseerde hij honderden video's, totdat hij zijn geniale strategie bedacht. Hij sloot een deal met een sponsor en gaf al het geld dat hij daarvoor kreeg aan een zwerver op straat. De video ging compleet viraal en gaf een kickstart aan het YouTube kanaal Mr. Beast. Vanaf toen was het overduidelijk voor Jimmy. Elke cent die hij verdient gaat direct terug in het maken van nog betere en grotere video's. Met als hoogtepunt een video uit 2021, waarin hij de populaire spelshowserie Squid Game in real life namaakte. De kosten liepen op tot maar liefst 4,2 miljoen euro. Wat een megabedrag. Het komt regelmatig voor dat de opbrengsten van een video minder zijn dan de kosten, waardoor Mr. Beast zelfs verlies leidt. Maar Mr. Beast heeft hier iets slims voor gevonden. In de podcast met Joe Rogan vertelt hij dat hij alle video's die hij maakt vertaalt in het Spaans en Frans. Ook die kanalen krijgen maandelijks honderden miljoenen views en leveren flink wat geld op. Door die extra inkomsten kan Mr. Beast nog meer geld uitgeven aan het maken van zijn video's. Maar hoe blijft Mr. Beast keer op keer tientallen miljoenen weergaven krijgen op zijn video's? In de documentaire Beyond the Spotlight vertelt hij dat hij al snel door het weggeven van grote bedragen en prijzen veel kijkers trok. Van het doneren van een eiland ter waarde van $800.000 tot het kopen van alle auto's in een autodealer en ze aan willekeurige mensen op straat geven. Hij realiseerde zich dat weggeven van geld en spullen niet alleen views oplevert, maar hem ook een goed gevoel geeft. Dat leidde tot de start van het kanaal Beast Philanthropy, een kanaal waar hij enkel en alleen mensen probeert te helpen door bijvoorbeeld waterputten te bouwen in Afrika, een weeshuis te bouwen en laptops te geven aan studenten. Mr. Beast is nu zo bekend dat er duizenden mensen zijn die zijn stijl proberen te kopiëren. Hoewel hij niet blij is met mensen die zijn video's één op één kopiëren, juicht hij YouTubers wel toe om hun eigen draai te geven aan de Mr. Beast YouTube stijl. Misschien is het feit dat Mr. Beast geen miljoenen villa bezit of in een Lamborghini rijdt juist wat hem zo interessant maakt. Echt elke cent die hij verdient gaat regelrecht terug in zijn video's. Tot voor kort woonde hij nog op het kantoor in een kleine ruimte met enkel een bed en een keuken. Mr. Beast ziet dat niet als een opoffering. Hij kent veel mensen die veel geld uitgeven aan luxe producten en hij ziet aan die mensen dat ze er niet gelukkiger van worden. Dus begint hij er zelf niet aan. Wie had gedacht dat jonge Jimmy, die ooit video's opnam met zijn laptopcamera, de grootste YouTube-ster ter wereld zou worden? Als je hem toen had verteld wat hij allemaal wel niet zou bereiken met het maken van YouTube-video's, zou hij je waarschijnlijk nooit geloven. Vond je deze video nou interessant? Vergeet ons dan niet even te volgen.